Dit is het TV Dordrecht nieuws van donderdag 7 februari. Een sneeuwklokje is niet zomaar een sneeuwklokje. En 2 maanden naar Thailand. Misschien denkt u dat een sneeuwklokje gewoon een sneeuwklokje is. Dat ziet u verkeerd. Er gaat een hele wereld achter deze kleine bloemetjesschaal. Een wereld van vele soorten en grote bedragen. Anne Vallinger reist ieder jaar naar Engeland om de nieuwste soorten te bekijken. Sneeuwklokjes, die kleine bloemetjes. Anne Vallinger is er gek op. Dat voorjaarsgevoel, dat eerste bloemetje, dat is zo mooi. Het is zo'n teder, lief bloemetje, vind ik. Maar gewone sneeuwklokjes ziet ze niet bestaan. Die zijn niet meer interessant. Nee, 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 nee. Haar tuin staat helemaal vol met sneeuwklokken. Ik ben houder van de nationale collectie van de sneeuwklokken. Dit is de nationale sneeuwklokkencollectie? Ja, de nationale sneeuwklokkencollectie. In Nederland? In Nederland, ja. De enige? De enige, ja. Lady Beatrix Stanley. Die zijn een beetje geel van binnen. Ik hou erg van aan de buitenkant groen. Deze kan je nog niet erg zien, maar die hebben ook een hele mooie groene punt met streepjes. Nou, ik vind die tekeningen zo erg mooi. Ik had daar een hele mooie. En die had nog niemand hoor, Chantless Green Tippet. Maar die is verzopen van het nat. Dus die is dood gegaan. Was ook een dure, ook van over de 200. Deze is 300 euro. Waarom? Omdat ze zo zeldzaam zijn. 300 euro voor een sneeuwklokje. De prijzen lopen een beetje uit de hand. Ja, op internet. Oh, ze bieden van die gekke prijzen. Dat is een beetje te gek, vind ik gewoon. Het is verschrikkelijk. Dat doet er niet aan mee. Af en toe. Als ik hem heel graag wil hebben, dan ga ik wel tot uiterste. Maar ik zei die prijs van tegen 1000 euro voor een bolletje, dat niet. Maar zo'n 300, dat doe ik wel. De prijzen zijn zo gestegen omdat sneeuwklokken helemaal in zijn. In Wolfhezen, daar heb je ook een kwekerij. En daar staat ik dan met mijn sneeuwklokspullen altijd, dat is sneeuwklokjesfeest. En in Zaandam zijn ze begonnen en in België zijn ze begonnen. In Duitsland zijn ze begonnen, overal zijn ze begonnen met die sneeuwklokkendagen. De tuin van Anne Vallinger trekt internationale belangstelling. Ik krijg ermee weer een bus uit Ierland en uit Engeland is een bus, terwijl ze daar zelf zat sneeuwklokjes hebben. Maar ja, ik heb toch weer soorten die zij er net niet hebben soms. Dus dan komen ze uit Engeland, zijn ze ook hier geweest. En uit Denemarken zijn er geweest. Is er zelfs één uit Japan geweest. In deze tuin staan zo'n 560 soorten. Wereldwijd zijn er bijna 2000. Dus we zijn er nog niet. Maar ja, je kan niet alles hebben. En dat hoeft voor mij ook niet. Ik zeg, als ik weer een paar mooie ziet, dan koop ik ze. Onderhoud is er niet zoveel. We moesten wel een paar keer per jaar mesten. Hè? Met compost en culterre korrels geef ik ze. Dus ze moeten wel wat voeding hebben. Maar voor de rest hoef je er niet zoveel aan te doen. Ze verdwijnen ermee weer en het is weer gebeurd. In september bloeien de eerste. De laatste soort is uitgebloeid in maart. Maar als ze buiten niet meer bloeien, gaat het feest gewoon binnen verder. Want hier ligt van alles met afbeeldingen van sneeuwklokjes. Het allermooiste, ja. Ik vind serviesgoed heel mooi. Ik vind een baddoek met een gastendoekje vind ik in de badkamer leuk. Ik vind mooie sfeer, ik vind het allemaal mooi. Vrijdag, zaterdag en zondag is het open dag in de sneeuwklokkentuin aan de Rijksstraatweg nummer 100. Vlakbij de kruising met de Wieldrechtse Zeedijk. Van 10 tot 5 en je kan ook sneeuwklokken kopen. En servies en handdoeken en bekers. Je kan het beste aan de achterkant naar binnen, aan de Wieldrechtse Zeedijk. Wat zijn dat dan? Dat zijn helleborzen, daar heb ik er ook een hele hoop van. Die spaar ik ook. Als je niet van kou houdt, zou je bijvoorbeeld naar Thailand kunnen gaan. Jolanda Snoeys doet dat. Maar eerst nieuws in het kort. De aanpassingen die nodig zijn om de sportboulevard te verbeteren, kosten 1,6 miljoen euro. De helft van dat bedrag gaat op aan maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Zo voldoet het watersysteem niet, waardoor er 2 keer legionella kon uitbreken. En moet er nog een communicatiesysteem voor hulpdiensten worden aangelegd. Daarnaast zijn er veel bouwkundige problemen, zoals lekkages, scheurvorming en vochtdoorslag.
De trap in de ijshal, die uit elkaar viel en een gevaar vormde voor bezoekers, is gerepareerd. Nadat de lamp naar beneden was gevallen, is onlangs ook de ophanging van lampen en luidsprekers al vernieuwd. Woensdagavond zijn de jaarlijkse sportprijzen van 2012 uitgereikt. Een nieuwe categorie daarbij was sportcoach van het jaar. Die prijs werd toegekend aan Martijn van der Maagdenberg van het regionaal trainingscentrum van de Zwembond. Sportman en vrouw werden respectievelijk polstokhoogspringer Rutger Koppelaar en zwemster Kim Busch. Ook de Hawks vielen in de prijzen als sportploeg. Ten slotte was er nog een prijs voor sporttalent Sanne Advocaat voor haar zwemprestaties. Een kraanwagen heeft in de Drechttunnel richting Breda woensdagavond een ernstig ongeval veroorzaakt. De chauffeur verloor de macht over het stuur en raakte daardoor drie andere auto's. Twee daarvan botsen tegen de tunnelwand, waarbij de bestuurders gewond raakten. De rechte tunnelbuis moest worden afgesloten en omdat het ongeluk tijdens de spits plaatsvond, was een flinke file het gevolg. De net afgestudeerde Jolanda Snoeys verlaat het koude weer in Dordrecht voor de extreem warme temperaturen van Thailand. 2 maanden lang gaat ze zich daar inzetten voor de gehandicapten en weeskinderen. Jolanda mag zich sinds een maand afgestudeerd medewerker in de gehandicaptenzorg noemen. Maar voor ze de rest van haar leven gaat werken, gaat ze eerst nog vrijwilligerswerk doen. Een hele onderneming. Ja, echt, het begint nu echt wel een beetje spannend te worden en zenuwachtig. En volgende week dinsdag dan vlieg ik. En ik ben nu langzaam bezig met allemaal spullen aan het inpakken. En ik schrijf telkens alles op dat ik denk, oh ja, dat moet ik nog doen. En dus het komt nu wel echt dichtbij. Ja, het vindt wel aardig spannend te worden nu, ja. Jolanda is afgelopen zomer al begonnen met het plannen van haar reis. Ze kwam terecht bij vrijwilligersorganisatie Projects Abroad, gevestigd in Dordrecht. Waar ze heen wilde, wist ze nog niet precies, maar het moest wel iets met haar opleiding te maken hebben. En zo kwam ze dus terecht in Thailand. Ik ga eerst 4,5 week op een project met gehandicapten. En dat betekent dat haar gehandicapten van 6 tot en met 20 jaar zijn echt jongeren. En de laatste 2 weken dat ik thuis zit, ga ik naar een weeshuis. Daar wonen kleine kindjes van 2 tot en met 6 jaar. En die, hun ouders daarvan, die zitten in de gevangenis, dus die kunnen niet voor hun zorgen. En die wonen daar echt en die moeten volledig of verzorgd worden, moet eten gegeven worden. Ga je bijvoorbeeld basis Engelse lesgeven, net wat Engelse woordjes aanleren, spelletjes meedoen. Dus het is eigenlijk best wel heel verschillend, die 2 projecten van elkaar. Tijdens haar reis verblijft ze bij een Thais gastgezin, waar er maar 1 een heel klein beetje Engels spreekt. De taal en cultuur kunnen dus nog wel voor verrassingen gaan zorgen. Ze waarschuwen er wel voor en ja, je weet het natuurlijk nooit en ik weet ook niet hoe ik erop ga reageren. Ik kan nu wel zeggen, doe me niks, maar dat geloof ik ook niet. Daarnaast denkt Jolanda dat ze haar familie erg gaat missen. Maar 1 troost, haar vriendje komt de laatste weken op bezoek. Tot zover het TV Dordrecht nieuws van donderdag 7 februari. Straks na Uw Mening ziet u iDord TV. Vrijdagavond om 6 uur is er weer een nieuwe aflevering van het TV Dordrecht nieuws. Graag tot dan!